De 200 jaar oude baar wordt bij de Werend-Friedrichskerke oppakt en verombracht naar zijn vertrouwde plakje in de Sint-Gertrudiskerke, een kilometer verderop in Warkum. Eeuwenlang waren sa gildeleden te half gebracht. De kisten stierden er aan bovenop. De veromkeer van de baar markeert de eind van de restauratie van de Sint-Gertrudiskerke. Hij is weer te plak, weer te wezen, maar hij ligt hier voor twee stenen. Oh ja, dit doe je dan even op. Hij is heel mooi hier geworden. Alle lange in de has al gauw hellen, alles op nijen maken. Dus hij kan haast weer hiepen. De Gertrudiskerke had een jaar lang in de stijger stien. Alles is weer fris, wat vooral opvalt binnen de raampartijen. Er was heel veel tocht, maar er zaten dus vooral in de ramen, er zaten naden in. Het was gewoon uit elkaar gezakt als het ware. De brugstaven die waren doorgerot, de bindingen die waren weg. Dus het was gewoon een gevaarlijke situatie. Het dak kreeg een nieuwe laaien, lekkerij werd verholpen en de bonte kiefkroppen verdreun. Het kostte 2,6 miljoen. Waarom nou naar de speciale baren? Warkum had er njoggen van verschillende gildes. Uniek en ze loeken jaarlijks tientallen toeristen. Het zijn al rijksmonumenten, maar de Warkumers willen ze op de werelderfgoedlijst. Het is niet zo gemakkelijk om dus op die werelderfgoedlijst te komen. We willen eigenlijk nog wel eens proberen om, om ze daarop te krijgen. De baren staan nu nog iepen en bleerd in de kerken. De vraag is of dat wel zo langer kan. Misschien moeten ze wel omkleed worden, misschien moeten ze in een strafvrije en klimaatbeheersende ruimte komen, ik weet het niet. Op 10 september wordt de restauratie van de Gertrudiskerke officieel afgesloten en gaat de kerk weer open voor het publiek. Zal het elke nien de baren weer beschenken.